Het is de aanloop van het paasweekend. Door alle maatregelen is het dit jaar wel een beetje anders dan normaal. Hoe gaan de mensen dit nu vieren? Blijven ze thuis of gaan ze toch op pad? Thuis. Ja, gewoon met gezin. Gelukkig is een dochter van ons die student is, die is wel thuis. Zonder opa en oma en gewoon met ons eigen gezin. We blijven thuis. We maken het gezellig thuis. Heel belangrijk. Ik wou naar mijn kinderen toe, maar dat kan niet. Ja, eigenlijk heel rustig, hè? Gewoon rondom huis. Niet naar ouders, wel even wat laten bezorgen. Ze wonen wat verder weg, dus ze kunnen wel bloemen laten bezorgen. Maar niet wat we normaal doen, een paasbrunch met elkaar of zo. Ja, dat gaat dit jaar helaas niet. Maar we gaan wel eventjes zoomen met elkaar. Dus we schakelen de familie bij en dat we elkaar wel even allemaal kunnen zien. Ja, we gaan wellicht nou wel even of FaceTime of via gewoon bellen. Ja. Bellen uiteraard. Dat wel, dus eigenlijk FaceTimen niet zo. Nee, dat niet. Nou, kijk, mijn schoonmoeder die zit in quarantaine in een verpleeghuis. En zij is niet handig. Dus ik ga gewoon bellen. Maar niet FaceTimen.